Goedenavond en welkom bij de nieuwe video. Ik heb een nieuwe tik gevonden over of ik seksverslaving heb, ja of nee. Ik denk het zelf een beetje van wel, maar goed. We gaan het zien. Ik kan daar niet op klikken en zo, maar wel vragen stellen aan mezelf. Goed, wil je meer weten niet zometeen? Nou, het is gewoon nog en welkom bij deze video. About me, from time to time. Before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Voordat ik deze video ga verder of tag ga vertellen, ik vraag even om mijn kanaal te willen abonneren als je nieuw bent. En een belletje omhoog om een belletje aan te klikken voor nieuwe notificaties. Weer eens in deze video's of vlogs. Goed. Oké, hoe tevreden ben jij met je seksleven? Zeer tevreden met mijn seksleven. Ik hou tamelijk tevreden met mijn seksleven. Ik ben tevreden, ontevreden. Dus ik ben tamelijk ontevreden met mijn seksleven. Ik ben ontevreden met mijn seksleven. Oké, ik ben net ontevreden, want ik heb geen seks. Kan ik gewoon niet zonder. Wel af en toe zonder, maar niet te lang. Ik ben al best wel 6 jaar vrijgezel. En ik weet dat ik volgens mij met seksorg. Maar vanwege dat ik niet wou, vanwege ik een partner wou hebben of een ding wou hebben. Toen heb ik het afgezegd. En dus ik ben zoekende naar een leuke relatie. Waarmee ik wil vast een relatie wil hebben. En met een relatie op plek wil hebben. Niet met iemand van een plekzorg. Natuurlijk is het ook zoals voor mijn jongen zo fijn. Maar voor mij echt niet. 2. Dat je zelf een seksverslaafd. Dat je zelf een seksverslaafd. En wel niet, bijna niet, eigenlijk een beetje belangrijk en je contact met mij. Heel belangrijk. In mijn leven best wel belangrijk. Want ik kan wel zonder, maar niet te lang. Hoe heb je heel met. Heb je nu heel veel seksverslaving? Nee. Heb ik niet, want ik kan wel goed. Doe vaak met mezelf. Dus ja. Yeah. Heb je behoefte aan hulp? Nee. Krijg je behoefte aan hulp? Nee, zeker niet. En dat kan niet willen. Dat is goed zo. Heb je een relatie op het moment? Ik heb geen relatie. Had maar een relatie. Nee. Ik mis het wel. Waarom ik het mis is omdat ik het wel fijn vind om me heen te hebben. Het is niet altijd, maar wel fijn om iemand om me heen te hebben. Die mij lief heeft en die mij niet geaccepteerd hoe ik ben. Maar hoe vaak heb ik een orgasme? Heel vaak. Ik heb geen orgasme gehad met ongeveer half jaar. Ik heb ongeveer 1 orgasme. Ongeveer een paar keer tot 1. Iedere dag denk ik, even kijken hoor. Ik heb het wel vaak, zonder dat ik het snel door heb. Ik heb een meisje zie in het park, dan vind ik het heel mooi om een meisje te zien in het park. Daarom wil ik vaak een park te vinden, om eerlijk te zijn. Oh, ik ben aan te likken, oh ja. En dan wordt een half jaar. En vaker af me gehad? Nee. Geen. Twee verschillende vaste relaties gehad. Zo moet ik zeggen. Ik heb niemand seks gehad. Ik heb 1 persoon, 2 personen tot 5. Ik heb tot 1 tot 5 personen seks gehad. Maar dat is het meer gezegd. Seks zag het ook niet mee, uiteraard. Maar wel, ja.
En je seks met een partner, hoe vaak heb je seks met een partner gehad? Vroeger? Wel onder 2 weken. Als we bij mijn lid of bij mijn slaap, ja, dan moet ik wel zeggen dat ik slaap. Als ik slaap ben, dan denk ik. Als je onder 2 weken seks hebt met je vriendin, dan moet ik zeggen dat ik wel slaap ben, dan denk ik. Ik wel lekker vind. En ja. Welke seksuele activiteiten maak je gebruik? Geen meer onderstaande antwoorden. Gewoon gratis via foto's. Niet betaald. Ik moet ook heel eerlijk zijn en ik ben iemand in huis dat te komen heb om het te doen. Maar ja, dat zou ik niet zo even voor mezelf. Maar ik heb wel iemand gehad die ik vaak niet ken. En hij zat te komen voor deze crisis. En vond je dat geil? Ja. Ook heel geil. En als een vrouw? Daar had ik niet over uit. En let voor vaak seksuele activiteiten. Maakt in de meest problematische voor. In antwoord mogelijk. Ik heb geen problemen mee, dus ja. Wat kijk je porno? Ik kijk porno bijna elke dag. Nee, grapje, nee. Ik kijk porno wanneer ik wil, wanneer ik zin heb om naar te kijken. Want ik moet kijken, porno per keer. Tering. Weet ik niet. Echt geen idee. Ik ben intensief, is het beter? Nee. Ik weet niet dat ik er beter mee ben, wel vaak. Als ik buiten rijd, heb ik de jonge meisjes gezien. Die wat jonger zijn dan ik ben. Ik kan zeggen dat ik een pedofiel ben, ik wil niet verder mee. Maar ik ben er wel naar te kijken. Ik hoor even seks om te ontsnappen aan mijn slecht gevoel over mezelf. Nee. Zeker niet. Nee, ik doe dat zeker niet. Ik doe het omdat ik het lekker vind. En niet van het gevoel weer weg te drukken. Ik vervloei je seksueel gedrag. Dingen die ik belangrijk vind. Ik verknoei door mijn seksueel gedrag. Dingen die ik belangrijk vind. Nee, ik verknoei niks. Eigenlijk, want ja, ik vind het wel, ja, ik vind de rest wel, moet je wel genieten. En niet anders. Ik voel me in de feest onrustig als ik probeer te stoppen. Bepaalde seksuele gedrag. Nee. Nee, zeker niet. Ik voel me leeg als mijn seksuele behoefte redigheid. Ja, dat wel. Wil je stoppen met bepaalde seksuele activiteiten? Dat doe ik niet altijd, ik doe dat niet meer zo vaak meer. En dus met seksuele activiteiten. Doe je dat je wat langskomt of doe je dat? En met een partner, ik krijg een partner, dus ja, nee. Maar ik zeg om met stress om te gaan, nee. Gaan door nog eens, ik vind activiteiten ook, weet ik het niet, goed voor mij zijn. Dat kan je geen antwoord geven, weet ik echt niet. Nee, ik heb er gewoon eigenlijk de 2 woorden geen antwoord op. Want nee, ik weet echt niet. Ik ervaar plezier nadat ik mijn behoeftes bevredigd heb. Ja, dat wel. Ik heb zeker plezier ermee. Ja, totaal wel. Krijg iedereen allemaal te horen dat ik weet ik al stoppen met bepaalde van. Nee, zeker niet. Ik ga me over als ik van de rug.
Ja, dat had wel. Ik zeg niet veel over mijn leven in. Wel tegen jullie, maar niet. Tegen jullie ook een beetje. Nee, ik weet het niet. Wat is je geslacht? Ik ben een man. En de leeftijd? Nee, het is 36 jaar. Ik heb het ingevuld, ik heb het voor een video op een YouTube-kanaal. Op een gegeven moment die gebruikt. Oké, klaar. Ik ga hem niet invullen. Gewoon lang komen. Dus. Ja, voor een 400 week, dus zeker had ik een vette duim omhoog. Geen 400 abonneren als je nieuw bent. Zit je elke dag om 6:30 een nieuwe vlog. Of om 8:00 een hele video. Dat is gewoon normaal. Tot de volgende.